CBS dan, die heeft een vergelijking gemaakt tussen de griepepidemie en de coronapandemie. Want we horen nogal eens beweerd worden, hè, dat corona slechts een griepje is. In bepaalde kringen wordt dan ook vergelijking gemaakt met de griepepidemie in 2018. Ja, toen was er toch ook sprake van de oversterfte. Toen was er toch ook druk in de ziekenhuizen. Nou, het CBS heeft nu een heel uitgebreide analyse gemaakt en die twee naast elkaar gelegd. En hoewel ze misschien op het eerste gezicht op elkaar lijken, zijn er wel degelijk duidelijke verschillen. De eerste golf van de coronapandemie, die voltrok zich zeg maar in, die ging dubbel zo snel. Dus die werd al in 9 weken, werden die 9000 extra overledenen gehaald. Dus de sterfte intensiteit, de oversterfte, was relatief zeg maar dubbel zo hoog dan in 2018. Het waren 9 weken en de andere waren 18 weken. En dat is een belangrijk verschil. En het is een zeer belangrijk verschil dat het maar in een beperkt aantal regio's plaatsvond. Dus vooral in Noord-Brabant en Limburg, terwijl met de griepepidemie, dat voltrok zich over heel Nederland op dezelfde manier. De intensiteit, de verhoging daarvan was overal hetzelfde.